Hi allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Isabel en Mo. Helemaal gezellig. We hebben vandaag echt een hele leuke video. We hebben namelijk onze Christmas wishlist aan je in doorgegeven. Dus wat op onze hoe noemen we dat? Verlanglijstje. Ja. Verlanglijstje staat. Wat wij voor kerst allemaal willen. Ja, wat wij willen inderdaad. Ja. Dus hebben we lekker voor onszelf geshopt, dat is wel leuk. Ja. En het is inmiddels alweer een tijdje verder. Ja, dus ik ben heel benieuwd, wat het al is. We hebben echt een niet normaal grote droom. Nee, ik ga er niet. Pas gewoon bijna niet in beeld. Nee. Lekker veel dus. Natuurlijk heb ik ook weer een hele chille kortingscode voor jullie. En dat is 115 Sarah Q2. Zal hier ook in beeld staan. Dus wil je wat shoppen, vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken. En laten wij maar gewoon lekker deeltje openmaken. Yes. Heb je nou ook zo'n zin in deze video net zoals wij? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ons zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. En wil je nou meer van ons zien? Vergeet ons dan zeker niet te volgen op Instagram. Ja. En laten we dan gewoon beginnen. Nou, het is nou wel... Ja! Oké, mijn 2 favoriete items zijn wel binnen. Mij is alles binnen. Wat je eerste keuze was. Ja. Oh, bij mij weet ik het echt niet meer. Nee, ik weet het. Je hebt echt wel een leuk kleurtje over beeld. Helemaal leuk. Oké, okay, maar... Zo, waar is die trein van? Ja, waar is die van? Ja, van de Zara, jongens. Nou, van de Zara. Ja, wie gaat er beginnen? Begin jij maar met... Oké. Okay. Ik begin met de tas. Ik heb... Dit printje vind ik zo leuk. Ja, dat is echt een Isabel print. Ja. Ja, daar heb je ook een blouse van. Ja, een blouse en een broekje. Maar ik heb eigenlijk dus... altijd die gewoon zwart-wit. Maar er zit dus blijkbaar bruin bij. Oh, ja. Nou, dat vind ik wel leuk. Vind ik ook wel leuk met bruin. Deze. Ja, en er zit ook een hendel bij. Leuk. Maar moet je het dan... Oh, hè? Ja, ik hou echt van deze grote tas. Ja, het wel fijn. Ik vind het zo chill. Die andere van de vorige video, die draag ik ook heel fijn. Ja. Blijf mee. Leuk. Super leuk. Dit vind ik echt... Ik hou van dit printje. En dan ook gewoon leuk. Ik vind het leuk. Nou, ik ben er echt super blij mee. Hij past leuk bij eigenlijk alle outfits. Dit bij de blouse vind ik ook wel leuk. Ja, bij de blouse is het heel leuk. Ook omdat er gewoon een beetje een bruinig teentje in zit. Dus dit breekt de outfit lekker. Oké, ik ga beginnen met mijn hopelijk favoriete item. Het is een helemaal gauw hier. Het kan echt of fucking leuk zijn of deze. Oeh. Zo, die is echt... Maar deze wilde ik eigenlijk dus voor mijn 21 winnen. Ja. Want dat is alles wit en ik goud. Ja, hij heeft zo en dan één mouw. En dan loopt hij zo door met één de laatste los. Wat is dit dan? Ja, dat wordt zo, dat is zo'n sliert dat zo hangt. Oh, leuk. Heel leuk. Dus echt een over de top jurk. Maar het is wel een beetje oranje. Het is een beetje oranje goud. Ja, we gaan het zien. Ja. Maar hij is wel echt super leuk. Het ziet er wel leuk uit. Oké, nou dan heb ik deze jurk aan. Dit was echt in mijn hoofd mijn favoriet. Maar ik weet niet wat er mis is gegaan. Maar dit is helemaal verkeerd genaaid. Dit zit gewoon verkeerd om. Het is echt super raar. Ik zal even een foto in beeld plaatsen hoe die hoort te zijn. Maar dit zit zeg maar gewoon zo. En ik vind dit ook een beetje lang. Dus als dit wat korter zou kunnen, dan zou het echt een fucking leuke jurk vinden. Maar hij moet dus wel even vermaakt worden. Dan begin ik met mijn eerste tas. Ik heb 2 tassen. Ik heb een clutch. Hoe zeg je dat? Een clutch, ja. Oh, leuk. Leuk. Zwart velvet. Nice. Dit krijg je niet open. Het is gewoon versieren. Ik kan niks in doen. Het lijkt wel alsof die... Oh, je kan ook een... Oh ja, en nog een kleine... Oh, leuk. Een klein steertje, zwart velvet. En bij deze mooie outfit was natuurlijk ook een super leuke tas. Bijpassende tas met velvetstof. Dus je maakt hem dus gewoon zo open. En er zit ook nog een soort slingertje aan. Dan kan je hem ook nog eventueel zo dragen of gewoon zo. Super chic. Dan ga ik naar deze. Het kleintje. Het is een topje. Wat ik altijd wil hebben. Ja, die heb ik ook. Heb jij hem ook? Ja. Het is dezelfde in wit en in het zwart. Oh. Ja. En ik ook. Ja, dit zijn vakken. Je doet het zo. Ik vind het heel leuk. Ja, precies, dat. Zo, oh, ja. Ja. Heel leuk. Lekker in de winter. Ja, 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 weet je. Het maakt niet uit. Ik dacht leuke alleen. Christmas. Wishlist, maar niet eens. Nee, maar dat is toch... Maar ik vind het leuk. Die gewoon een blazer hier over. Het is voor kerst of überhaupt uitgaan. Ook niet maar een beetje. Maar ik had heel weinig leuke topjes. Nee, hartstikke leuk. Nu heb ik een leuke topje aan, die zo gekruist zit. Deze broek vind ik niet
heel mooi bij past. Nou, het is gewoon zwart broek, maar ik vind altijd een ander stofje leuker dan spijker. Je hoeft er geen BH onder, je kan gewoon zo dragen. Ik heb volgens mij een maatje S, ik weet het niet helemaal meer. Je kan er inderdaad pads onder doen. En dan zie je geen tepels. Ja, heel leuk. Ik vind hem heel leuk. Ook leuk voor een blazer of zo. Ja, precies. Altijd handig. Dan heb ik hier een pyjama. Ja, ik heb ook zoiets. Ja, wat leuk. Ja, ik heb ook echt. Ja, ik hoop echt dat hij mooi is. Het kan ook echt van dat hele kreukelige spul. Ja. Ja, maar het voelt op zich wel chill, prima. Hij voelt niet heel neppig, heel synthetisch achter. Ja, nou, ik heb het toch lekker thuis aan. Oh, heel leuk. Heerlijk, ik denk dat het heel zacht zit. En dan heb je de zwarte details. Ja, leuk. Lekker, ik denk dat deze wel pas. Ja. Lekker chill. Leuk, een beetje licht kleurtje. En dan zo'n blouse. Zo'n blouse erop. Ja. Ja. Gewoon lekker chill. Lekker op eerste kerstdag gaan. Lekker thuis. Lekker vibe, wel met mijn kerstboom. Ik heb een maat M. Een jurk met S. Ik heb eigenlijk alles in S. Oké, dit is de pyjama. Best wel een chique pyjama. Leuke print. Ik vind hem alleen wel een beetje wijd of zo. Ik heb maat M. Maat S had ook wel gekund. Maar aan de andere kant, een pyjama boeit ook niet heel veel. Het kan ook wel gewoon lekker chill en los zitten. Ik bedoel, je zit er toch thuis mee. Maar ik vind het wel echt een leuk. En hij zit lekker zo'n stofje. Dus ja, ik vind het ook leuk met de soorten details. Dus op zich prima pyjama. Ja, misschien zou ik hem één keer wassen. Ja. Dan is hij vaak ook al net misschien even iets hoger wassen dan eigenlijk kan. Ja. Ik heb een kersttrui. Ah, echt? Oh, ja. Zo leuk. Ik dacht kerst, ik moet alles hebben van de kerst. Wat kijk, leuk. Mary. Leuk. Moet je voelen hoe lekker. Oh. Zo, die is zo zacht. Zo heb ik niet verwacht. Zo leuk! Maar jij hebt een hele kersttijd, dus gewoon ook gewoon lekker school met de kerst. Ja, dat is leuk. Dat is heel leuk. Gewoon lekker, ik vind het met zondagochtend met een kopje thee, warme chocomel. Na, of bij over haar. Met kopje thee, warme chocomel. Nou, ik zie het helemaal voor me. Ja. Nou, ik ben ook ready, want ik heb een leuke kersttrui. Heel erg leuk. Ben je er zo fan van? Dit wil ik. Dit is heel leuk, Bo. En hij is echt super zacht, dus dit is echt een aanrader, die moet je kopen eigenlijk. Dit is een maatje S en het is echt een soort... Als je in je naam zoekt. Nee, volgens mij niet. Nou, hij is echt heel erg leuk. Zit super lekker en nou, dit is toch top? Oh, iets glitters. Ik heb ook een leuke jurk. Oeh. Sexy. Oh ja. Oh ja. Mooi, zo mooi. Leuk. Oh, hij is echt mooi. Heel leuk. Ja, hij heeft open rug en achterkant. Heel leuk. Mooi. Maar ik hoop dat hij niet te kort is. Wat voor maatje is dit? Een S. Hij is misschien een beetje kort, maar ja, dat zien we dan. Nee joh, ik hoop het niet. Nou, we gaan het mijn. Heel leuk. Gewoon voor de zekerheid als je pikt dat je gewoon zo'n broekje onder hebt. Ja. Maar ik vind hem heel leuk, vooral omdat hij... Oeh, hij gaat dit helemaal. Oké, ik heb dit leuke jurkje aan. Hij is echt heel mooi. En... Het past heel goed. Alleen moet er een beetje bobby tape of zo, want anders gaat het allemaal een beetje hangen. Maar voor de rest vind ik hem echt super cute. Echt heel mooi aansluiten. Ja, hij staat heel erg goed. Ja, hij is echt leuk. Echt perfect. Past hij gewoon. Ja. En ook leuk met een open rug. Ja. Ik heb een maatje S. Perfect voor de feestdagen van oud en nieuw. Ik vind het echt heel erg leuk. Ja, leuk die soort glitter. Oké, dan hier. Dit zie ik zoveel de laatste tijd. Dit is een spijkerjasje, maar zonder mouwen. Ja, die wilde ik ook. Ja, dat zie je zoveel. Die wilde ik eerst ook. En dan over. Maar dit, ja, dat zie je heel veel mensen over een trui of zo, toch? Heel leuk. En met zo'n soort trui. Ja, dat is super leuk. Ja, heel leuk. Ja, ik hou er echt van. Ja, leuk zoiets bestellen, denk ik. Ja, leuk. Ja, maat M. Oké, nu heb ik dit leren siletje aan. Ik vind dit heel erg leuk. Ik zie dit echt vaak voorbij komen. Leuk met zo'n trui. Dit staat nog wel een beetje zo, maar ik heb een beetje zo vormen. Maar hij zit echt goed. De maat is maat M. Ik vind het best wel een soort klein vallen. Dus ik zou wel een maatje groter bestellen misschien. En ja, ik vind het echt heel leuk. Ik zie dit echt wel steeds super vaak voorbij komen. Helemaal blij mee. Ik heb ook. Jezelf. Maar dan in champagne kleur. Oh, heel mooi. Het is ook helemaal mijn kleur. Ja. Leuk ook met die zwarte details. Ja, heel leuk. Ja, ook de zo'n soort broek. Lekker. Dat vind ik ook lekker. En dan met onderkant. Dit onderkant, heel leuk. En dan ook weer zo'n soort broekje. Ja. Ook leuk als je je verveelt op de bank. Heel leuk. Ja. Wow.
heb nu de pyjama aan in het champagne kleur. Hij zit echt super, super lekker. En ik vind hem echt heel leuk staan. En pas precies. Ik heb maat S. Hij heeft even gestreken worden inderdaad. Nou, dus ben ik super blij mee. Ja, leuk. Ik heb een rokje besteld. Oh. Ik ben helemaal into de rokjes en leer en... Heel leuk. Leuk om te combineren, ja. Ja, vind ik heel leuk. Ja, ik kan echt leuk van die winteroutfits mee maken. Hoe noem je ze? Soort... Zo, dat is... Ja. Dat is echt een dode vis. Zo. Ik heb deze in 38 genomen, omdat ik denk van dan valt hij misschien iets langer. Ja. Is het echt zo'n leuk... Leuk ook met zo'n trui erop. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja. Nou, ik heb dit rokje aan en ik dacht eigenlijk dat hij iets minder... Wijd en een iets ander stofje was. Maar het kan op zich cute zijn, maar ik weet niet of ik dit heel snel zou dragen. Het staat een beetje wijd of zo. Ja, het staat een beetje wijd. En hij is best wel kort. Maar wel een leuk idee met zo'n trui. Ja, dat vond ik wel cute. Ja. Dus het idee was leuk. De uitvoering is iets anders. Ja. Misschien voor een party thema of zo. Precies, zoiets. Ja, en sommige mensen die staat het wel heel leuk. Dus ja, heel cute. Saar weer. Oké, dan heb ik eigenlijk een setje met deze riem en dit ding. Dat zag ik namelijk ook op diegene. Oh, leuk. Dit is volgens mij een blazerjurk. Oh, dat is ook leuk. Oh ja, gaaf. In een glitter helemaal. Echt geweldig. Ja. Leuk. Ja. Ik hou daar echt van. Heel oversized met niks eronder. Ja, geweldig. En dan heb ik een heel leuk riempje erbij. Oh, leuk. Oh, ja. Die had zij ook om. Helemaal party outfit. Ja, dat is echt leuk. Heel erg leuk, ja. Dus deze. Ja. Heel erg benieuwd hoe die gaat zitten. Dus dat? Maat M. Ja, ik vind het ook heel leuk. Zo, we zijn helemaal into de glitter allemaal. Ja, maar dit is Christmas, hè? Oké, dan heb ik deze glitter blazerjurk aan. Echt love it. Hij moet hier ook wel gestreken worden. Echt heel veel dingen kreukels. En dan kan ik me heel erg irriteren. Maar goed, leuk met een paar hakken eronder. Ik vind dat riempje erbij ook echt heel leuk. Ik kan nog even iets strakker, maar dat doet dan wel. Ja, het is maar ook lang genoeg, dus dat is ook chill. Ik denk dat het echt leuk is voor oud en nieuw of zo. Ik had volgens mij maat M. Ach, dat vind ik helemaal leuk. Helemaal leuk jurkje. Hij is wel een beetje wijd hier. Dus ik zou eronder denk ik iets van een bralet dragen. Zodat hij gaat een beetje open, dat het niet heel storend is. Dat het wel mooi is. En deze, dit is het soort dingetje wat Sarah aan heeft. Oh ja, bloesje. Maar dan geen crop top. Dat was eigenlijk een soort satijn. Niet echt. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Heel satijnerig. Oh, en dat was ook helemaal een soort hier. Nou, je moet even stomen. Ja, maar hij is wel heel groot. Ja, dat kan wel leuk zijn. Een soort bloesje. Wel een leuk mannetje. Ja. Ja. Een knoopje. Ik heb dit jurkje. Dat is ook eigenlijk champagne kleur. Hij is alleen... het is eigenlijk een blouse. heel erg leuk, maar hij schijnt wel een klein beetje door. Dus misschien iets van een leuk kanttopje of zo eronder. Dan zou ik hem denk ik wel aandragen. Want ik vind het wel heel leuk dat hij hier een beetje wat chiquer heeft. En hele leuke mouwtjes. Dus verder is hij echt super leuk. Hij is wel namelijk in zwart. Ik denk dat die echt heel erg leuk is. Dag, ik door met mijn schoenen. Hakken leuk. Ik heb ze niet te hoog. Het wilde expres en dan met zo'n tuin. Oh ja, dan kan je er een beetje langer. Ja, want ik heb al zoiets, maar dan in het wit. En... Die voel ik niet lekker. Zit hier waarom niet van Shine, maar ergens anders van of Shein. Maar deze, daar staak je tenen echt soort uit. Oh, het zat gewoon niet lekker. Dus deze is wel heel leuk. Ja. Brede hak. Brede hak en dan niet te hoog. Dat ook makkelijker. Ja, en dan lekker volhouden. Fluweel en dan een leuk tuintje voor ja. Nou, je bent heel blij met ja. Altijd fijn. Altijd leuk. Wat voor maat heb jij? Ik heb maat 40 genomen. Ik denk, ik zit altijd tussen 39 en 40. Oh ja. Dus nou, ik heb allemaal 39 op maal. Ja, daarom is het bijna 40 op maal. Ja. En ik heb ook de hakken erbij aan. En ja, die zijn echt super. Ze zijn net aan. Ze konden toch wel een maatje kleiner misschien, maar dat zie je niet. En oh, misschien iets tussen doen. Ja, maar ik vind het wel echt... Mooie zilveren oorbellen. Ja. Ik heb hele mooie zilveren oorbellen. Dat is heel mooi. Toppie. Dan heb ik een... Of het is een onesie of het is een pak. Maar twee delen pak. Ik hoop dat het is een onesie. Ja, ik vind het geweldig. Oh, wat lekker. Moet je voelen hoe zacht. Heerlijk. Hier wil je gewoon in leven. Ja. Lekker rood met sterretjes. Ja, ik hoop dat het echt pak. Lekker. Ja, dat is toch geweldig.
ga ik echt in leven. Ja. Dit ga je echt in leven. Ja. Gewoon heerlijk warm. Maar de winter moet nog beginnen. Ja. Officieel. Heel leuk. Dus ik denk dat ik hier veel aan ga hebben. Zo, het is echt heel zacht. Echt zo'n vliesdekentje. Ja, het is echt een vliesdeken. Oh. Heerlijk. Ik ben zo koud altijd. Heel leuk. Dan heb ik deze onesie. Ik heb nog nooit in mijn leven een onesie gehad. Nee, wel. Nee. Toch? Je hebt al vaker dit soort dingen, weet je. Nee. Nee? Nooit één gehad. In ieder geval, hij zit echt als gewoonte. Hij zit echt helemaal perfect gewoon. Ik vind het kleurtje ook echt leuk. Leuk met die sterren. Ik denk dat ik hier echt in ga leven. Volgens mij heb ik maat M, maar het staat ook in de beschrijving. Helemaal blij mee. Hij heeft ook zakken. Dat vind ik echt chill. En een capuchon trouwens. Ah! De oortjes. Helemaal cute. Leuk. Dan heb ik echt super leuk al. Ik hoop zo dat ik ze pas. Ik heb echt over de top hakken. Ja, echt amazing. Want zo ben ik. Ja, bizar. Zo. Het ziet er echt cool uit. Niet normaal. Oh, en dit is ook... Helemaal goud. Echt super bizar. Leuk. Dat is eigenlijk niet verpast. Het ziet er goede maat erbij, dus ik ga het zien. Ja, heel leuk. Ja, echt een item voor de kerst. Ja. Ze zijn echt super, super echt bizar mooi. Helemaal goed. En ze passen dus echt perfect. En ze lopen nog lekker ook, want ik kan best wel goed in op hakken lopen. Nou, soms wel. Ja. Laatst ging het helemaal fout, maar ja, dat heb je wel eens. Maar dit is niet een hele hoge hak of zo. Nee. Dus op zich echt super mooie hak. Welke maat? Heb je gewoon precies je eigen maat? Ja, ik heb gewoon precies mijn eigen maat. 38. Maar je moet geen dikke voeten of zo hebben hoor. Want het is wel... Bij mijn ene... Deze zit meteen wel een beetje krom. Ja. Maar ja, alles voor over natuurlijk. Dan heb ik ook een blouseje. Deze is. En dan in het zwart. Ook van dat satijnen stof. Oh ja. Eigenlijk dezelfde die Bo heeft. Eigenlijk precies dezelfde. Precies dezelfde. Maar dan in het zwart. Ja, die is er iets beter uit. Ja. Wel heel doorzichtig. Ja, en dat zag ik dus op de comments. En daarom, ik wil eerst ook champagne nemen. Daarom heb ik ze bij zwart genomen. Oh ja. Maar ik wil eerst ook champagne, maar... Dat is wel lekker. Nou, misschien het is ook een soort satijnachtige blouse, dus de bij me is altijd leuk. Het kan altijd handig en ook mooi hoog, weet je, een mooie sluiting. Mm-hmm. Ja, heel leuk. Heel leuk. Nou, ik heb de blouse aan. Ik vind die echt super leuk. Echt, heel leuk. Stomen, verstrijken. Het is heel netjes. Hij sluit goed aan. Ik ben er eigenlijk ik ben er heel blij mee. Ook leuk voor werk, want ik ben gastvrouw en dan is dit altijd heel leuk. Ik ben gastvrouw. Ik ben een gastvrouw, dan zijn deze dingen perfect. Ja, heel leuk. Met blouses. Nou, dan heb ik deze tas. Ik heb eigenlijk geen beige tas gewoon. Want al mijn beige tassen zijn gewoon... Deze hebben wij ook. Ja, ja. Mij ook. Ja, ik vond die echt heel leuk. De vorige keer dus ik dacht, die wil ik ook. Hij is heel leuk. En ik hoop, ik denk dat ik nog ga meer wonen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Nou, dit is de tas. Heel leuk. Helemaal leuk. Heel blij mee. Heel leuk. Heel graag aan. Deze is wel leuk. Het is een strafjurkje. En zo'n shoulder. Heel leuk ook. Even kijken. Ik dacht, dit staat jou echt leuk. Ja, dit staat je wel lange heel mouwen leuk. Echt heel leuk. Want dan kan je het ook gewoon... Ik weet niet. Ik ben maar dit figuurtje maakt je figuur zo mooi. Maar dit staat jou echt heel mooi. Ja, kijk, en echt. Maar is een beetje dat chic en is een beetje doorzichtig. Dus dan heel leuk, denk ik. Ja. Oké, jongens, de jurk zit echt heel mooi. Is wel een beetje hier niet echt rekstof. Dus hij is een beetje strak. En hij is ook wel een beetje kort van onderkant. Dus als je dit speelt. Een beetje buk is een beetje heftig, maar hij zit verder echt hier echt super, super mooi. Ja, hij zit echt prachtig. Dus het moet echt wel een beetje een soort gala zijn waar je niet echt te veel doet. Nee, dus ik wil niet dansen. Ja, dit kan wel, maar het snijdt wel een beetje hier. Dus daar moet je misschien blijven zien in een maatje groter. Nou, een foto kan altijd. Ja, een foto is perfect. Heel erg leuk. Maar dat weer voor het laatst. Ik heb dan nog een baseballjas. Oh. Dus dat vond ik heel vet. Oh ja, dat wel wat voor jou. Ja, hè? Oh, dus niks op de voorkant. Dat nee, maar wel toch. Ja, dat is wel een beetje. En die achterkant is fucking leuk. Die achterkant is maar dat kan je heel stoer op een manier. Maar ik doe hem toch niet dicht. Je draagt hem toch open met een jas. En
Ik vind het wel vet. Ja, precies. Heel leuk. Ik heb ook zo'n beetje wel altijd in de blauw. Maar ja, het is altijd leuk om met je te combineren. Ja. Ja, sowieso. Heel leuk. Nou, ik heb de baseballjas aan. Ik vind hem echt super vet. Het is niet alleen met dat blouseje, maar wel met die broek en een ander leuk topje. Ik hou gewoon van dat stoere, oversized tasje erbij. Nou, ik ben helemaal blij mee. Hij is heel zacht. Ik heb een maatje S genomen van het blazer en hij valt lekker oversized en het weer echt super leuk. Dus dit is ook echt een toppertje. Ja, dan doe ik mijn jurk. Leuk, in het groen. Zo, heel kort. Kijk, zo is het. Hey, deze heb ik ook, maar dan in het helemaal zilver. Wat een lekker stofje. Kijk. Hij is heel mooi. Maar heel kort wel. Jij ja, maar niet uit. Deze is ook net onder mijn kont. Ja. Dat is toch mooi. Ja, heel ja, past dat wel. En ook een beetje van dikkere schouder. Ja, dat gaat ook zeker. Leuk in het groen. Heel leuk, ja. Ja. Helemaal iets voor mij. Ik heb de Annemars jurk aan. Alleen mijn lieve vriendin Sarah heeft hem even ook kapot gemaakt. Dus ik zou nu naakt. Maar het is niet gepaard, niet getreurd. Ik moet hem even laten maken. Want de rit is zeg maar kapot geschoten. Maar dat kan je wel weer laten maken. Maar hij zit echt heel mooi. Het is wel een beetje strak, zeg maar. Maar ja, een beetje strakker dan erbij. Ik moest ook denken aan dat moment. Dus ja, dat zei dan. Nou, maar hij is wel echt chill. Ja, verder is hij echt heel ja. Mooi. Ja, even laten maken dus. Dan heb ik nog een laatste item, ook een jurk. Ik ben ook heel benieuwd. Oeh, en een blauw. Oh, zoiets veel. Velvet. Ja, het is heel vet. Heel nice. Oh, en hier leuk zo'n detail. Ja, aan de zijkant. Ja. Ik denk dat deze heel vet is. Ja, dat denk ik ook. Heel mooi. Oh, ik hou van deze. Ja. Ik hou van al die felle kleuren. Heel leuk. Oh, en grappig om te zien dat iedereen wel zijn eigen spel heeft. Ja, heel erg. Ja. Ik heb nu dit super leuke blauwe jurkje aan en ik ben er echt heel blij mee. Heel mooi. Heel leuk fluweel. Ja, ik ben heel blij mee. Ik heb een gouden tas. Nice. Oh, super vet. De glitters vliegen vanaf. Bij die nagels, dat kwam mij niet over de top. Ik kom ook donderdagavond gewoon op een jurkje aan, want ik denk... Dat is toch geweldig, meid? Nou, dat is al een glitter. Wordt mensen nee. Helemaal aan mijn nagels. Heel leuk. Oh, ik zit de hele tijd daar te kijken. Ja, ik kan. Nou, nu daar kijken. Ja. Nou, ik heet dus... Ik heet Bo. Deze tas. Ik heet Bo. We gaan nu pas, want ik kan niet wachten. Hebben we alles laten zien? Ja. Ik heb als laatste deze superleuke glittertas. En er zit ook een... Leuk hangertje, of zeg je dat? Hangt zo. Superleuk, zelfs bij de kersttrui. Ja, ja, dit kan het eigenlijk overal een beetje classy maken. Nou, dit was dan alweer de video. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om te zien. Ik ben echt mega blij met het item. Ik ook. Ik ook, zeker. Ik ben helemaal ready voor de feestdagen. Zeker, laat maar komen. Dus nou ja, dit was onze Christmas wishlist. Vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken als je het wilt bestellen. Alle linkjes, alles, informatie, kortingscode staat in de beschrijving. Ja, dan wil ik je eigenlijk heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!